Normaal gezien ging ik een parodie uploaden op Ik Draai van Koen. Met daarmee de bedoeling dat ik in zijn video ging komen van waar hij ging reageren op parodieën. Well, I'm a bit late. Anyways, die video gaat nog wel online komen. Waarschijnlijk volgende week of misschien zelfs nog later deze week. Ik ga nog wel zien wanneer ik tijd heb om de clip daarvoor op te nemen. Ah, clip. Anyways, ik zag deze video. Ik zag een video opkomen. Eigenlijk zag ik een TikTok met het geluid ervan. En sommige dingen zijn zo slecht en zo pijnlijk dat ik er andere mensen op moet wijzen. Sommige dingen zijn gewoon zodanig slecht dat je gewoon even je vingerken moet pakken, even ernaar wijzen en even... Krop. Het doet pijn. Jongens, ik heb het perfecte voorbeeld gevonden van hoe het niet moet. Het heet Sarah B. Moody. En mensen, als jullie denken dat Celine Michiel al slechte muziek maakte... Be ready. Het is een ervaring. Het is een ervaring. Oh, oké. Let's do this. Vanaf gewoon dit al te zien, lijkt het op zo'n like een millennial die zich als een vijfjarige gedraagt. Zo van, ik ben moody, ik ben boos. Zo like die Studio 100 type acting. I'm so moody. De beat zelf klinkt ook gewoon als like een fucking LMFAO type beat. Zo, die kind of age van shit. Van LMFAO, party rock anthem, sexy and I know. Zo'n kind of beat. Het is zo out of place. Dus blijkbaar heet het liedje Moody en gaat het over dat ze zich like kut voelt. En like, ah, het is een dag waar ik me kut voel. De beat klinkt gewoon alsof het een fucking party is. Maakt je fucking sense? I'm so moody. Ik ben zo prikkelbaar. So moody. Ik ben zo prikkelbaar. Ik ben onhandelbaar. Kleine rhyming lesson, alright. Kleine rijmlessen. Wanneer uw laatste lettergreep exact hetzelfde woord is, oftewel baar, zorg dan tenminste dat de rest van het woord rijmt. Prikkel, onhandel. Prikkel, onhandel. Dat is hetzelfde als dat je zegt dat je mannen kunt rijmen met vrouwen. Dat rijmt niet. Gewoon omdat de laatste twee dingen hetzelfde zijn, betekent niet dat dat rijmt. Zeker in muziek is dat belangrijk. En dat is uw refrein van uw liedje. Het belangrijkste stuk van een popnummer, wat ik assume dat dit is. Het belangrijkste stuk van een popnummer is uw refrein. En uw refrein rijmt niet. What the fuck? Vergeef me, dit ben ik niet, het is mijn humor. En niemand kan me helpen, alles voelt als een sleur. De clip is ook zo heel partyachtig. Like, de clip is zo van supergrote kamer, ballonnen. Wat heeft uw clip te maken met like, een hele dag uw kut voelen? Oh no. We go again. Het is weer zo'n dag vol gezucht en gepuff en blam. Geef me me time, free time. Alles. Het voelt heel sarcastisch over. Like, ze wou een heel liedje maken wat relatable is. Van, ah ja, iedereen heeft wel zo'n dag dat ze hun kut voelen. Super relatable. Maar het voelt zo sarcastisch. Je raakt gewoon... een label heeft me erop gezet om dit liedje te maken, want ze willen jongere mensen hun centjes. Free time. Alles behalve we time, nah, vraag niet, praat niet. Wil niet weten wat je wilt, just delete and be cool. Ook zo'n ding wat ik zo totaal niet begrijp is, het is duidelijk voor basisschoolkinderen gemaakt, right? En dat is geen probleem, er is niks mis mee met uw ding doelen naar basisschoolkinderen. Maar moet je er even mee rekening houden dat basisschoolkinderen kunnen geen Engels. En ik snap dat je af en toe eens een paar Engelse woordjes erin gebruikt, want dat is hoe dat mensen spreken tegenwoordig. Ik doe dat zelf ook, ik doe dat ook in mijn muziek. Maar basisschoolkinderen kunnen geen Engels. Zeker geen volledige zinnen. Het klinkt alsof je je cool wilt voelen en je wilt je relatable maken, maar je bent het totaal niet. Be cool. Wat heeft be cool te maken met... Wat heeft cool te maken met moody zijn? Moet het hele liedje niet gaan over dat je kut voelt op een dag? Waarom is het een party rock anthem type beat? I'm so moody. Ik ben zo prikkelbaar. So moody. Ik ben onhandelbaar. Waarom is de chocola aan het slaan? Wat heeft de chocola je ooit misdaan? Zie je de misdaan aan het slaan? Dat rijmt wel. Maar wat is dit? I'm so moody. Ik ga een stuk chocola in elkaar slaan met een houten hamer. Relatable. Heb je dat ook vaak wanneer je zo een hele dag je kut voelt? En jij wel geen zin hebt om iets te doen in je leven. Je wilt niet productief zijn. En je hebt geen zin om met je vriend te praten of te gamen. En je bent gewoon moody. Dat je gewoon echt zin hebt om een stuk chocola in elkaar te slaan met een hamer. Relatable. Dit voelt als een belediging naar mij toe.
Waarom lijkt zij op like een fucking Aldi versie van Kesha? Dit is wat je krijgt als je Kesha haar autotune afzet. Het is zo bad. What the fuck? I don't feel like doing anything today. I don't feel like doing anything today. Oké. Waarom ben je aan het dansen met danseressen? Alsof ze het concept van de Lazy Song van Bruno Mars wouden pakken op een party rock anthem beat met een Kesha van den Aldi. Draag mijn favo sweatpants voor de whole day. Kousen in mijn slippers, maar dat is oké. Ja, ik hou ook niet van het accent, maar daar kan zij niet aan doen, weet je. Dat is... Kousen in mijn slippers, dat... Die R-klank. Kousen in mijn slippers. Even shower, but I don't care. Didn't even shower, maar ik heb wel 10 bakken make-up aan. Didn't even shower, but I don't care. Can be cool. Het moment wanneer je moody bent en een feestje in je eigen kamer bouwt, want ik ben moody en ik heb geen zin om dingen te doen. Ah ja, also, was er nu letterlijk de dansje van fucking Psy Gentleman aan het doen? Hato foto gentleman, dude. Donker en down, ogen gesloten en no one around. Bliksem en donder, I can't stop the tears. Bliksem en donder. Ik moet echt even de lyrics erbij pakken. What the fuck is dit? No one around. Bliksem en donder. Kan iemand mij uitleggen wat dat betekent? Like, het eerste snap ik. Oké, er is niemand in de buurt. Maar waar heeft bliksem en donder hiermee te maken? I wish they would all disappear. I'm so moody. Ik ben zo prikkelbaar. So moody. Ik ben onhandelbaar. Ik vraag me oprecht af, wie de fuck heeft dit geschreven? Wie heeft dit geschreven? Like, kijk, het zou mij oprecht niet verbazen moest zij het origineel heeft geschreven, want volgens mij kan ze wel zingen. Volgens mij had ze meegedaan aan like K3 shit of zo, right? Dus misschien is ze dat ook artiest en heeft ze zichzelf geschreven en zat een liedje over dat ze moody was. En heeft haar label gezegd van, oh, dat gaan we maken, maar heeft haar label al volledig aangepast en verpest. So, als dat zo is, I'm sorry girl, that's kind of Maar als je daadwerkelijk 100% mee zin hebt om dit te maken op deze manier, alsjeblieft sterven en blijf weg van een microfoon. De persoon die deze tekst heeft geschreven en uitgebracht en gezongen, alsjeblieft, blijf weg van een microfoon, blijf weg van pen en papier, blijf gewoon weg uit de fucking studio. Kom niet in een 50 meter radius van ook waar ook maar iets te maken met muziek maken. It hurts. Het doet pijn. En niemand kan me helpen, alles voelt dan verzucht. Echt, het doet pijn. Het refrein is gewoon irritant. Het is niet catchy, het is irritant. De beat klinkt ook echt alsof dat iemand een scheet heeft gelaten en dat heeft low-pitched en high-pitched en shit. Het is... Alsof dat iemand een melodie heeft gemaakt met een fucking scheet. Dit is nu mijn lievelingsliedje geworden. Zoals ik ook in de comment heb gezegd, volgens mij heeft hij niet heel veel liedjes geluisterd, want Jesus Christ. En jullie dachten dat Semi zo bijzonder al slecht was. In vergelijking met dit is Semi zo bijzonder fucking rapgod van Eminem ofzo. Ik denk dat we allemaal wel eens moody zijn. Ik ben echt zo moody als ik mijn maandstonden heb. Pff, dan kun je echt niks aanvangen met mij. Ik heb hierover een liedje gemaakt. Dit liedje ging over uw maandstonden hebben? Wat? Wat? Tadaa, mijn nieuwe liedje Moody zorgt ervoor dat ik terug een goed humeur heb. Goed humeur krijg als ik moody ben. Hopelijk werkt dit bij jullie ook. Het zijn moeilijke tijden en dat iedereen nu een beetje moody is. Maar ik hoop dat jullie heel happy kan maken met mijn nieuwe liedje Moody. Hou uw fucking muil. Ik hoop oprecht dat je fucking sterft. Oké, that's a joke. Ik wens dat niemand sterft. Ik ga geen doodsbedreigingen sturen. Niet doen, dat is niet lief. Lyrics, Nicola Delapin, Nina Sampermans en Sarah Boswiewe. Echt, we moeten jullie schamen. Jullie alle drie, blijf alsjeblieft weg van een pen en papier. Blijf weg van uw notitieblokje. Blijf weg van uw Google Docs. Ik wil dat jullie handen gewoon eraf vallen en jullie gewoon niet meer kunnen schrijven, alright? Gewoon dat jullie vergeten hoe jullie moeten schrijven, alsjeblieft. Jesus Christ. Ik ga de video afsluiten. Sarah, als je deze video ziet, get fucked. Nee. Sarah, als je deze video ziet,
Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Improve. Ga weg bij je label, of wat je ook hebt. Ga weg bij je label en ga individueel verder. En schrijf de dingen die je wilt schrijven. Want I'm sure dat als je artiest zijnde dit niet wilt uitbrengen. Get some help. Anyways, vond je deze video leuk? Dan op like. Wat kan er beter zijn? De reacties. En ik zie jullie met z'n laters. Laters! Young Mars, ik heb hoger dan SpaceX. This is the real Africa Morty, ik heb SpaceX. Ben een Mars met dit bitches in een feestend. Politie zoekt mij, denk het dat ik in LA ben. Young Mars, ik heb hoger dan SpaceX.